Goedendag, we hebben vandaag de het evangelie van de 32e zondag door het jaar. Het is Willybrot zondag met als thema Houd je lamp brandend. In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis. Het is met het Rijk der Hemelen als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom... De andere vijf verstandig. Want de domme namen wel hun lampen mee, maar geen olie. De verstandige echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee. Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden zij alle in en sliepen. Maar midden in de nacht klonk er geroep: Daar is de bruidegom, trekt hem tegemoet. Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde. De domme zeiden tegen de verstandige: Geef ons wat olie, want onze lampen gaan uit. Maar de verstandige antwoordde: Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen. Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf. Maar terwijl ze onderweg waren om te gaan komen, kopen kwam de bruidegom. En die klaarstonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren. En de deur ging op slot. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: Heer, Heer, doe open. Maar hij antwoordde: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dus waakzaam, want gij kent dag noch uur. Goede vrienden, een prachtig evangelie is dit: waarin Jezus, niet minder dan Jezus, ons vertelt over dat koninkrijk van God en hij gebruikt dat beeld van die tien meisjes die u hebt kunnen zien. En die tien meisjes waarvan er vijf verstandig waren en vijf domme. Die vijf domme meisjes, die werden dus buiten geplaatst en dat heeft eigenlijk te maken van dat je gaat kijken, wat is dan die olie in die lamp? En die olie in die lamp, goede vrienden, dat heeft iets te maken met ons kijken naar ons leven, naar onze wereld. Dat heeft met God van doen. Die domme meisjes die waren blijkbaar vaak bezig met dingen niet voor te bereiden, gewoon leven van de dag in de dag. Die verstandigen, die hadden zoiets van die bruidegom die kan nog wel eens op zich laten wachten. We zullen maar eens wat extra voorraad meenemen. En dat tekent ook ons leven, hoe wij daarin staan. Bereiden wij dingen voor? Of gaan wij van het ene naar het ander, het gehaaste leven? En nu in die coronatijd, nou wordt alles een beetje op een lager pitje gezet in ons leven. En het mooie is van zo'n evangelie, dat is dat kun je lezen. En daarin zit volgens mij ook de uitdaging in onze tijd nu, dat het mooi is om dat te kunnen lezen, zo'n evangelie. Als je het leest thuis, in de stoel, in de kamer, dan is dat anders dan dat je daarover hoort vertellen van anderen. Rondom ons heen zitten veel RK-mensen. Rooms-katholiek, maar ook rustend-katholiek. En dat hoort bij elkaar. Wij zijn er voor elkaar. En daarom ook dat wij als katholieke mensen, wij zijn eigenlijk heel uniek. Wij vertrouwen op God en wij bidden tot hem. En ook nu, deze zondag, waarin wij door Jezus eigenlijk een beetje geport worden om na te denken over dat Koninkrijk waar een deur aan zit en waar je door naar binnen kunt komen? Zijn wij eigenlijk vanuit onze doopsel hebben wij de opdracht om een voorbeeld te geven? En dat voorbeeld, dat kunnen we heel goed doen in het gebed. Wij bidden namelijk voor al die mensen om ons heen. Vooral in deze tijd bidden we voor onszelf voor bescherming. We bidden ook om geduld, maar ook om bescherming en geduld voor al die mensen die rondom ons leven, wonen en werken. Wij bidden voor die hier in deze contreien geboren zijn en elders in de wereld verblijven. We bidden voor de kinderen, de jeugd, de jonge gezinnen. Als ook bidden we voor de leerkrachten op de scholen die zorg hebben om onze kinderen, om de toekomst. We bidden ook voor de werkers in de zorg, want zij zijn... Diegene waaraan mensen zijn toevertrouwd. Dat ze kracht mogen ontvangen voor het uitoefenen van hun taken. Ook bidden wij voor de aan onszelf toevertrouwde intenties. Denk maar eens aan kleinkinderen of echtgenoten die, die, die ziek zijn. En uiteindelijk bidden wij ook altijd voor onze dierbare overledenen. Mensen die gestorven zijn, dat is een belangrijke groep eigenlijk, mensen die ons gekend hebben en die wij kennen. En die mensen die zijn er voor ons. En daarom bidden we voor die familieleden, vrienden, bekenden, voor al die mensen die hier rondom ons geleefd hebben, dat ze veilig thuis mogen zijn in dat koninkrijk en daar ook voor ons ten beste spreken. En dat goede vrienden dat kunnen we altijd afronden zo'n voorbeden met een wiskegroet en een onze vader. Dat is denk ik wat Jezus van ons verwacht als mensen dat wij van hem houden en naar elkaar toe een fijn voorbeeld kunnen geven. Ik wens u nog een fijne dag en graag tot ziens.